Kijkers van Loop TV, goedemiddag en welkom bij deze uitzending. We staan op een prachtige locatie aan het begin van de Lange Haven bij een mooi pand. En naast mij staat directeur van het Te Groot Fonds, meneer Hagenaars. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Hagenaars, een mooi pand, maar het was niet zo mooi. Laten we daar eerst even over beginnen, over het pand. Jullie zijn als De Groot Fonds daarin gekomen. En wat dachten jullie? Eerst maar eventjes een mooi visitekaartje. Ja, het pand was in slechte staat. Het was echt verziekt, om het maar even platweg te zeggen. Misschien weet u nog, een luifel zat ervoor. Kunststofkozijnen. Het is een pand van dik 100 jaar oud. Toen hadden ze echt nog geen kunststof. De gevel was slecht onderhouden. De dakgoten. Nou, dus we hebben het helemaal gerenoveerd. Is het nou zo dat wanneer je zo'n pand gaat opknappen, dat je dat naar eigen inzicht mag doen? Nee. Het valt nog niet onder monumenten in Schiedam, maar we hadden een goede architect en die heeft met de oude tekeningen die buitenkant zo goed mogelijk weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Ja. Nou zijn oude tekeningen natuurlijk hartstikke mooi, maar dat betekent dat er ook oude materialen misschien wel toen de tijd verwerkt zaten. Hoe hebben jullie dat opgelost? Zoveel mogelijk diezelfde materialen gebruiken. Dus de voeg, knipvoeg, ik ben daar helemaal niet technisch in, maar die zat er vroeger op, die was weggehaald, die hebben we weer teruggebracht. Nou, even naar de Groot Fonds. Daar gaan we het zo over hebben, over het bestaan. Maar waarom zijn jullie in deze locatie ingetrokken, hier zo in Schiedam? Nou, meneer Alewijn de Groot, hij leeft niet meer, was een Schiedammer. Dus dat was geen discussie. Het pand moest in Schiedam te vinden zijn. Nou, we hebben een tijdje gezocht en dit vonden we eigenlijk wel een heel mooie plek. Midden in het centrum van Schiedam. En dat speelde ook nog bij. Schiedam, alle Schiedammers weten dat we met de Hoogstraat nog steeds wel een probleem hebben. En dit gebied. En dat we hebben gezegd, nou, we geven dan Schiedam ook alweer eens een heel mooi pand terug. Wat ook bewoond is. En niet, want die makelaar die hiervoor in zat, bestaat niet meer. Ja, die meneer nog wel, maar zijn bedrijf niet meer. En lege panden, dat is triest om te zien. Dus dat, Even over het De Groot Fonds. U zei net zelf, Alewijn de Groot. Dat was een beetje de man die het hele verhaal begonnen is. Voor de mensen die er helemaal niks van af weten. Even een klein stukje geschiedenis. Ja, het is nu 55 jaar geleden, even zo uit mijn blote hoofd, dat meneer de Groot is overleden. Meneer de Groot was een weldoener, ook al tijdens zijn leven. Maar niemand die dat wist. Het was een vrijgezelle meneer. En hij verdiende zijn geld in de spiritualie. Oftewel, hij leverde de grondstoffen voor de distillateurs. Hij is overleden. Al tijdens zijn leven, aan het eind daarvan, heeft hij een stichting opgericht. Want hij vond eigenlijk dat het zonde was dat van zijn erfenis het grootste deel naar de belasting zou gaan. Want hij had geen familie. Nee. Dus toen had hij bedacht, ik maak er een fonds van. Ik heb mijn geld in Schiedam verdiend. En dat moet dan weer ten goede komen aan de Schiedamse bevolking. Nou, in deze tijd zou je haast denken van hoe is het nog mogelijk, maar toen de tijd ging dat allemaal. Had hij daar voorwaarden aan gesteld van op welke manier dat geld besteed moest worden? Ja, in het begin, maar dat lag niet zo keihard, maar meneer de Groot was protestant en Schiedam was natuurlijk een katholieke stad. Dus bestuursleden moesten van protestantse huizen zijn. De doelen ook liefst protestants of algemeen, niet katholiek. Maar dat was in die tijd nog een beetje in Schiedam zo. De strijd tussen de rijke Roomse distillateurs en een klein, veel kleiner deel protestanten. Als je nou terugkijkt, hè, jullie hebben al een behoorlijk aantal goede doelen gesteund. Hè? Een kleine opsomming, wat zijn dingen waar u vooral trots op bent? De molens. Maar ik denk dat er geen muziekkorps in Schiedam is die, waar wij niet bijgedragen hebben aan de uniformen die ze hebben. De blusboot Jan van der Heijden, de aanlegstijger, de fluisterboot. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou, dan even over die wereld van die fondsen. Er is wel eens een tijd geweest dat mensen dachten, nou, je belt even naar zo'n fonds en de munten rollen binnen. Die tijden zijn denk ik veranderd. Ik heb begrepen dat jullie eigenlijk een beetje het aardig vinden om met collega's samen projecten te steunen onder andere. Wij doen al heel lang als drie fondsen, maar met name het Schiedam-Vlaardingenfonds en het De Groot Fonds. Maar we hebben ook nog een weeshuis, de hervormde fonds, maar doet veel in het buitenland. Stemmen we dingen met elkaar af. En wij vinden het heel fijn als er aanvragen komen dat ze ook bij beide fondsen terechtkomen. Ja. Maar even om dat misverstand weg te werken nogmaals. Het is niet zo dat er een belletje of een telefoontje genoeg is om een heel project financieel gesteund te krijgen. Nee, daar komt wel iets meer bij kijken. Ja. Dus als iemand een aanvraag wil doen, moet die rijkelijk gedocumenteerd zijn. Waarvoor het is, hè, wat de kosten zijn. Ja. Wij dragen nooit bij in exploitaties of het moet echt heel tijdelijk zijn. Ja. Statuten, nou, zo zijn er nog een aantal, maar dat kan je allemaal op onze website vinden. Ja. Nou, dan even terug naar het pand. Wat gaat de functie worden precies van het pand? Het is het kantoor van het fonds, dus ons archief is hier. Ik zit zelf hier 2 dagen per week.
Wij vergaderen hier, wij ontvangen hier mensen die over aanvragen komen praten. Dus een eigen plekje. Ja. Nou, dan feliciteer ik u alvast op voorhand van harte met deze locatie. En we gaan binnen even een kijkje nemen. Zo, kijk eens, we zijn naar binnen gegaan in dit prachtige pand. En naast mij zit Cor van Tilburg en hij is de voorzitter van het Alewijn de Groot Fonds. Meneer van Tilburg, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we zijn in een ruimte gekomen waar ik bijna niet durf te bewegen. Het is helemaal mooi, het is helemaal steriel. Maar we hebben er net al even met uw collega gesproken. Toch even doorgaan op het fonds. Wat voor soort aanvragen zijn jullie nou in de praktijk mee bezig met dit fonds? Ja, van alles en nog wat zou ik bijna zeggen. Dat komt ook omdat wij volgens onze statuten eigenlijk geen beperking hebben. Dus wij doen ook in de hele wereld af en toe dingen. Maar dan hebben wij als richtlijn dat we alleen landen doen waar de Nederlanders ooit iets gedaan hebben. Dus wel Zuid-Afrika, wel Indonesië, maar niet binnen Mongolië. Om maar een idee te geven. Ja, de wereld is zo groot, dus je moet een beetje een beperking hebben. We hebben ook heel veel in voormalig Oost-Europa, de communistische landen, kindertehuizen, ziekenhuizen. Heel vaak ook in combinatie, omdat Jan Hagenaars als directeur van Drie Maarsteden, Argos, had vaak bedden over. Een keuken die hier afgedankt werd en die ze daar nog graag wilden hebben. En dan gingen er een heleboel vrijwilligers mee om daar de boel weer op te bouwen. En dat soort dingen hebben wij dus ook financieel mogelijk gemaakt. Ja. Maar iemand die een beetje zit te rekenen, die denkt, nou, die meneer Alewijn de Groot, die moet toch heel wat geld hebben nagelaten als jullie de halve wereld ook bespelen. Dan gaan we daar geen getallen over noemen. Maar hoe blijft zo'n kapitaal dan eigenlijk een beetje in stand? Want als je er natuurlijk elke keer er wat van afhaalt, dan raakt het een keer op. Ja, nou ja, dat is natuurlijk dan met dank aan onze voorgangers. Kijk, meneer Alewijn de Groot heeft een mooi bedrag achtergelaten. Maar dat is wel door zuinig en goed beheer is dat aangegroeid. Dus ieder jaar bepalen wij hoeveel we uit kunnen geven voor dat jaar. En je zult bijvoorbeeld begrijpen dat momenteel met de slechte beleggingsresultaten. En wij hebben een voorzichtig beleggingsbeleid. Want wij kunnen natuurlijk niet grof speculeren met dat geld van meneer de Groot. Dan is de rente die je daarop krijgt heel beperkt. En dus staat dat momenteel best wel onder druk. Maar we proberen als het ware een stuk kernkapitaal in stand te houden. En het ene jaar doen we wat meer. Soms dan ga je ook meerjarige verplichtingen aan. Denk maar bijvoorbeeld hier in Schiedam aan de Molen de Kameel. Daar hebben wij een aantal jaren toegezegd dat wij een bepaalde bijdrage zullen geven. Ja, en dan moet je wel goed even de zaken op een rijtje houden. Dat je niet te ver gaat in je goede gulle gaven. Ja. Even over de nalatenschap. Hè? Was er op dat moment totaal geen familie meer waar Alewijn de Groot iets mee had of aan kon geven? Ja, kennelijk niet. In ieder geval, hij had geen kinderen. En misschien had hij wel in de wat wijdere omgeving, maar dat is voor mij speculeren. Ik heb me daar nooit zo in verdiept. Maar hij heeft gewoon gezegd van, ik wil een legaat schenken. Hij had natuurlijk wel duidelijk tijdens zijn leven, dat komt ook uit het boekje naar voren, wat wij vandaag aan de burgemeester als eerste zullen overhandigen, komt naar voren dat hij ook tijdens zijn leven belangstelling had voor, noem het maar, sociaal-culturele, maatschappelijke doeleinden.
En dat vond hij belangrijk om na zijn dood dat het op die manier voort zou leven. Nu zitten we in een tijd waarbij de financiën steeds moeilijker worden. In die zin, er is haast geen geld meer. We moeten dadelijk weer afwachten wat er uit Den Haag voor mededelingen komen. Worden die fondsen dadelijk niet ontzettend belangrijk? En komt er niet heel veel druk op omdat straks heel veel organisaties een beroep op jullie fondsen gaan doen? Ja, ik denk dat we dat nu al wel een beetje merken. En ik bedacht me bij het schrijven van mijn speechje voor straks Schiedam eigenlijk wel een bijzondere stad is. Omdat wij hebben natuurlijk eigenlijk 4 actieve fondsen. 3 al wat oudere, dat is het Schiedam-Vlaardingenfonds. Het Weeshuis der Hervormden, dat is de oudste. Dan het De Grootfonds. En eigenlijk mede mogelijk gemaakt door De Grootfonds, het Gemeenschapsfonds Schiedam. En dat is heel bijzonder, want er zijn ook steden waar dat helemaal niet is. En ik bedacht me ineens van eigenlijk hebben wij dus een soort blockbusterfondsje, wat nu zo in het nieuws is. En zeker als je dan kijkt wat het grote fonds zoals Schiedam-Vlaardingenfonds betekent in Schiedam en omgeving. Ja, dan mogen we in Schiedam best wel blij zijn dat deze mogelijkheden bestaan. En mensen gaan dat ook ontdekken. Nou, moet u die speech straks nog houden? Even heel kort, wat gaat u straks de mensen vertellen? Nou, gewoon dat wij het nu de tijd vonden om een kantoor in Schiedam te hebben. Want we zijn een Schiedamsfonds, dus we wilden per se in Schiedam zitten. Het moest in de geest van Alewijn de Groot niks pompeus zijn. Bescheiden, efficiënt. En we hebben wel ook geprobeerd met de keuze van dit pand om zeg maar een klein steentje bij te dragen aan het opknappen van de binnenstad. Want dit is best wel een beeldbepalend pand. Op een bijzondere plek. Het zag er slecht uit. En we zijn er trots op dat het nu zo mooi geworden is. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Gevestigd is op Koemarkt 4B te Schiedam en ik open graag het gebouw.